Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag ga ik weer twee dingen promoten voor jullie. Want en ik ben natuurlijk in samenwerking met bol.com. En ik heb nog een paar items die ik moest gaan promoten. En vandaag ga ik er gewoon twee in één doen. Puur omdat die twee items samen horen. En als eerste gaan we de muis doen. En die heb ik hier dus. Dus de SteelSeries Rival 650 muis. Die gaan we doen. En we gaan ook nog het toetsenbord gaan doen. En dat is ook een SteelSeries, als ik hem rechtop zet. SteelSeries. Keyboard van Apex M750TXKL. Oké. Ik ben niet zo goed in namen oplezen van spelletjes. Maar we gaan natuurlijk eerst beginnen met de muis. Ik wil ook vertellen dat ik een link in de beschrijving heb naar mijn expertielijst. Dus als je daarop druk, kan je kijken wat ik allemaal leuk vind van gaming gear. En bestel je dan iets, moet ik eerlijk toegeven, dat help je me. Maar met de klik, dat help je me eigenlijk ook. Dus klik erop en bekijk het eens. Bestellen is niet verplicht. Maar als eerste gaan we gewoon beginnen met deze SteelSeries muis. Oké, dit is hem dus. Je kan hem eigenlijk zelf gaan instellen hoe zwaar die is. Want je kan er zeg maar gewichten in steken. En nu voelt hij eigenlijk redelijk zwaar gewoon. Ik vind een zwaardere muis iets fijner eigenlijk. De meeste mensen hebben een lichtere muis fijn, maar ik heb eigenlijk liefst een zwaardere fijner. Dus wat je hoeft te doen is gewoon de zijkant zeg maar losmaken, hoppa. En hier kan je dan dus twee gewichten insteken als de zijkant losmaakt. Dus je ziet hier twee gewichtjes van 2 gram in zitten. Dus ik heb hem 4 gram zwaarder gemaakt. En aan de andere kant kan je dat dan ook weer gaan doen. 2 gewichtjes, 4 gram extra. Dus je kan zelf kiezen hoe zwaar dat hij is. Hij heeft licht. En je kan kiezen ook. Ofwel maak je hem draadloos, maar dat is dan met de USB. Dat je gewoon zeg maar de stick in de in je computer moet doen of in je PlayStation, hangt er vanaf wat je gebruikt. Of je kan het gewoon met een draadje doen, simpelweg. En het enige wat je hoeft eigenlijk te doen is gewoon dit USB'tje in je muis stoppen en dan de andere USB kant in je PlayStation of in je PC, maakt niet uit waar je het doet, wat je het liefst wil. Dus eigenlijk, dat is het al, zo makkelijk werd de muis. Ja, we gaan gewoon dan door naar de tweede item. Alright, het tweede item is de keyboard. Ik ga hem er even uithalen, dus ik ben in 1 seconde bij jullie terug. Alright, ze zijn nagekomen. Alright, ik heb hem in mijn handen, dit is hem. Hij is ook weer redelijk zwaar, maar SteelSeries is altijd zwaar. Dus ja, hou je van zware dingen, dan moet je zeker eens SteelSeries checken. Wat het ook leuk is, of ja... Leuk. Ik vind het altijd grappig. Je hoort altijd mensen hun PC, zeg maar, hun toetsenbord. En deze heeft dat ook. Dat is wel... Je kan het een voordeel noemen of een nadeel. Sommigen vinden dat fijn. Ik vind het wel grappig dat dat lawaai maakt. Maar, veel uitleg kan ik er niet aan geven. De toetsen komen echt heel hoog eruit, zeg maar. Misschien kan je het zien vanaf de camera. Je ziet de toetsen komen redelijk hard uit. Je ziet het hier. Ja, en wat er ook nog bij zit is gewoon een zakje om stukjes van achteren te vervangen. En het is een QWERTY bord, dus voor Nederlanders. Ik weet het, voor jullie is dat fijn. Maar voor België is het wel iets minder. Want wij spelen natuurlijk op AZERTY, sommige Belgen spelen ook op QWERTY. Maar waarschijnlijk kan je de toetsen gewoon vervangen, zeg maar, verwisselen van plaatsen. Ik ga het zo meteen eens uitchecken en ik laat het jullie weten hoe ik het kan vervangen. Oké, ik heb het niet gevonden, maar als jullie weten hoe je het kan gaan veranderen, laat het me zeker weten. Misschien heeft iemand van jullie al die keyboard eigenlijk. Dus laat het me zeker weten. Ik ga ondertussen op het in mijn PlayStation doen. Ik ga Fortnite potje op de PlayStation spelen. En als het goed is, moet die verschijnen in het mooie kleuren. Hoppa, hij is dus mooi ledverlicht, dus speel je in het donker, je kan zeker niet toetsen zien.
En ik ga gewoon een potje proberen op QWERTY. En met de muis. En zeker met de PC, want ik weet het, ik ben zo, maar ook zo ontzettend slecht met de keyboard en de muis op Fortnite. Dus we zullen het zien, ik speel wel op de PlayStation, puur omdat het makkelijker is. Dus, ik zie jullie in een potje. Alright, ik wou nog even zeggen, de prijs van deze twee dingen. Ik zal beginnen met de muis. SteelSeries is dus wel een dure prijsklasse. En deze muis kost in totaal 100 euro. Dus ja, het is een van de duurdere. En de toetsenbord SteelSeries Apex M750 TKL QWERTY kost 140 euro. Dus het is wel een iets dure prijsklasse. Maar ja, ik vond hem wel chill. Dus waarom niet, joh? Waarom niet, joh? Dus ja, check zeker de linkjes in de beschrijving uit. En dan zie ik jullie nu echt in een potje waar ik ga vallen. Oké, we zijn aangekomen in een potje. Ik ga gewoon naar Tilted. Ik heb die 50 tegen 50 game mode gedaan. Gewoon puur omdat we niet zouden falen. Dus ja, met een keyboard en een muis. Dat gaat niet echt zo goed gaan. Ik zweer het je. Ik denk zelfs dat mijn sensitivity wel iets omhoog gaat zetten. Want we moeten nog allemaal instellen. Maar ik heb natuurlijk nog nooit op de... Ja, ik heb eigenlijk wel op de PC al gespeeld. Maar niet zeg maar heel vaak. Vroeger heb ik, Fortnite uitkwam, heb ik met de toetsenbord en de keyboard gespeeld. Of met de muis. Wauw, ik val echt in me praten van, ik ben ook net wakker eigenlijk. maar toen faalde ik al... Ja, toen eigenlijk faalde ik niet. Eigenlijk kon ik het best goed, maar ook niet om te zeggen van... Rivieronje gaat weer lekker vandaag. Nee, dat ook weer niet. Dus ja, eigenlijk wil ik het weer beter op de PC kennen. Maar ik denk dat het gewoon te moeilijk is om nu nog weer terug aan te leren. Kijk, hier begint het al. Ik moet kijken op mijn toetsenbord waar mijn knopjes zitten. Dit is eigenlijk zo erg. Pickaxe. Oh, deze is mijn pickaxe niet. Thanks. Oké. Weet je wat? In plaats van die, geef maar die. Geef maar die. Pak ik mijn pickaxe. Oké, dit gaat al goed. Eigenlijk wil ik mijn renknop. Wacht, wat is dit voor? Oh, dit is bukken. En dit is? Dit is rennen. Oké. Oké. Geef de kans. Die chuck laat ik liggen. Oké, ja. Eigenlijk healing supplies in deze game mode hebben we niet echt nodig. Enfin, ja, ik pak het nooit mee. Ik weet niet of jullie dat ooit mee pakken. Het gaat om het idee, hè. Wat lag daar nog? Lag daar nog iets paars? Oh, het is gewoon een stom pistooltje. En ik zou zeggen, laten we gelijk dit huisje nog eens looten. En dan gaan we de fight in. Maar we zitten al in de cirkel, dus we hebben geluk. Ah, waarom zoveel shields? Laat ook maar zetten die shield. Ik heb ook eigenlijk geen zin meer om te looten. Ik ga er gewoon op af. Oké, dit wordt het hoor, jongens. Dit wordt het. Oh. Mochten jullie vaker dit soort dingen willen zien, zeg maar, dat ik op de PC speel, laat het me weten. Ik heb nu de spullen ervoor. Oké, dat... Oh my god. Oh. Kom op, draai je dat ding. Oké. Oké, hier is iemand. Hier is iemand. Oh, dat switchen van wapens gaat echt langzaam. Oh, teammate heeft hem. Thanks, teammate. Ah, ik druk nog veel te veel mijn verkeerde knop voor een wapen te selecteren in. Oh, lekker, teammate. Oké, we moeten even die pallets hier hakken. Dan heb ik weer veel boommaterialen erbij. Zo. Oké, ze komen eraan, denk ik hoor. Ja, daar staat hij al. Kijk, ik heb hem wel gehit, hè. Ik ga hem pushen. Fuck it.
Oh god. Oh god. Oh, dat ga je echt niet menen. Mijn bureau is ook te klein hiervoor. Oh my fucking god, dat ga je echt niet menen. Oké, de drie... Hier zit mijn knopje voor de shotgun. Oké, dit moet ik gaan onthouden voor het wapenswitchen. Dit lukt me gewoon niet, dat wapenswitchen. En daar zijn mensen aan het vechten. Als ik nu weer daar eens ga bemoeien. Iedereen moet het terug leren. Als het te rampzalig wordt, jongens, dan ga ik dingen knippen. Zit hij nu onder me of wat? Ik heb je hit, bro. Maar jij mee ook. Ben niet zo blij mee. Ah, oh, kut. Kut, kut. Ja! Ik heb een kill! Oh my fucking god. Ik heb gewoon een kill. Ik heb gewoon een kill. Oké, we gaan nog even wel dat huis binnen. Misschien ligt er nog iets van bandage. Oh, serieus dat die payback komt halen? Ik denk dat hij bij de villa is geland. Oh kut. Dit gaat zo slecht. Oké, vriend. Dood. Dood. De villa zat ook. Oh, kut. Ja. Oké, ze komen er maar tweeën aan. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Ik zweer het je, dit gaat niet. Ik kan niet switchen. Ik heb je geraakt. Ik heb je nog eens geraakt. Ik heb je nog eens geraakt. Oh my god. Dit, ik kan echt niet verschillende knopjes tegelijk in. Oké. Oké, dat waren mijn acties. Ik heb wel raakgeschoten, daar ben ik wel al blij hoor. Maar alleen, ik kan niet zo snel de knopjes achter elkaar indrukken. Dit is gewoon verschrikkelijk. Ik weet het jongens, dit is verschrikkelijk. Ik hoop dat niemand me snijdt. Ik ga mijn teammates helpen. Ik ben iemand die altijd mijn teammates gaat helpen. Ik weet niet altijd. Maar ik laat nooit iemand in de steek. Oké, we gaan ervoor. Auw. Auw. Oké, rennen vriend. Oké, ik kan ook niet rennen blijkbaar. Op welke knop druk ik? Ah, moet deze toets indrukken of niet? Oh ja, moet deze toets indrukken. Ik zat op een verkeerde toets te drukken. Kut zo. Waarom moet ik rennen met caps lock en niet met shift? Maar ik moet even iets aanpassen hoor. Hop. Hop, even die rensleutel. Ik hoop dat niemand me komt halen. Sprint. Vriend, laat me maar uit. Oh my fucking god. Sprint. Waar staat sprint? Ik weet het, ik ben dood. Kutkind. Sprint.
Misschien moet ik even iets minder er doorheen scrollen. Ja, godverdomme jongen. Laat me nu even mijn rust. Laat mijn settings even goed zetten. Sprint hier. Shift. En ik zit heel de tijd op caps te drukken. Wat is deze? Wat is deze? Ik druk op caps en ik ren. Als ik op shift druk. Zo. Waarom moet iedereen mij ook altijd hebben? Zie je mijn nee shotgun! Ja. Oké, dit is gewoon rampzalig. Ik zweer het je. Ik denk dat ik het bij mijn controller ga houden, jongens. Maar andere spelletjes op PC kan ik wel. Maar Fortnite kan ik dus totaal niet. Ah, oh, wat een kaksel, joh. Ah. Oké. We gaan ervoor. Oh, vind ik maar even. Ja, doe die maar aan mij. Waarom moet je hier dan al mensen beneden zetten? Auw! Ryan in de bow skills! Kom hier jij! Hier kom jij! Thank you very much! Ah, daar staat er ook nog heen. Doei! Hij loopt er ook nog heen. Oké, dit is meer verkeerde knop. Ik wil vaker met die hunting rifle gaan spelen. Neem meer kills met die hunting rifle. Au, kut. Neem meer met die kills met die hunting rifle als ze stilstaan dan bij de shotgun of niet, ja. Terwijl shotgun kogels niet te vinden, want ik word er niet aan bepaald vrolijk van 5 kogels. Ik ga gewoon die berg op. Yolo. Ik heb hem graag, vriend. Oké, lekker teammate. Kut. Dit gaat fout, jongens. Dit gaat... hard. Fout! Ik heb hem geraakt! Ah, lekker teammate. Lekkere assist. Ik kan niet bouwen. Oh my fucking god. Oké, okay, potje zit er wel bijna op. We hebben wel 6 kills, ik ben er al blij mee. Ik word er niet heen lopen. Oh kut. Oké, okay, ja. Dit kan niet.
Dit kan niet. Ik hou bij mijn controller denken. Maar als jullie het leuk vinden om te zien, wil ik het wel nog iets gaan proberen. Mij maakt dat niet uit. Waarom ga je op mij schieten, bro? Ik zweer het je. Ah, blijkbaar ben je ook een noob. Maar ik kill je wel. Dat wil wel zeggen dat ik beter ben. Nee. Oh, kut. Ik heb geen boommateriaal meer. Oké. Ah, misschien krijg ik nog een keer wat die noobje. Hey, you there! We gaan! Met één kogel! The fight then! Oh, oh kut. Met geen boommateriaal dus. Oh kut. Ah! Er stonden vier enemies voor me! Ik heb een submachine gun of... Wauw. Ik ben al blij dat ik geen solo heb gespeeld of squad zijn, dat soort dingen. Oké, we hebben verloren. Ik vind het goed. 8 kills. Hoppa. Dit is, ja, dit was eigenlijk de video gewoon. Ik ben er blij mee. Ik denk dat ik nog veel moet gaan oefenen als ik bij de top met de PC wil horen. Ik hou ook bij mijn PlayStation, denk ik. Maar, hebben jullie genoten? Zet nu zeker een duimpje omhoog. Check de beschrijving uit. Check de linkjes uit. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye. Bye.